John Blok, na deze overwinning, hebben jullie jezelf gevoelsmatig behoeden voor directe degradatie? Nee. We moeten nog 12, hè, hierna. Of nog 11, geloof ik. Maar goed, het gat is wel 10 punten nu. Ja, maar ja, goed, weet je. Zo zijn we er niet in gegaan. Je moet gewoon kijken of je elke wedstrijd kan winnen. En natuurlijk is het lekker dat het gaatje naar onder nu wat groter wordt. Maar goed, voorlopig staan we nog steeds op een plek waar we promotie-degradatie moeten spelen straks. Ja, ook daar willen we vanaf. Maar zo kijken we er niet naar. We kijken gewoon elke week naar de volgende tegenstander. En dan gaan we proberen die te winnen. Zo simpel is het. Het ging goed vanmiddag, hè? Ja, ik heb genoten van mijn ploeg. Goed in de organisatie, goed in de duels. Ja, maak je ook nog een fantastische goal, denk ik. En ja, als je naar de kansverhouding kijkt, denk ik dat het ook niet onverdiend is. Nou, ze hebben één grote kans gehad. Die kopbal die Zonneveld op de een of andere merkwaardige manier weet te keren. Dat is ook leuk voor Wessen, want vorige keer tegen Volendam die winnen we gelukkig. Maar speelt die bal verkeerd in, dat wordt dan breed uitgemeten. En nu gaat de aandacht natuurlijk altijd uit naar de doelpunt te maken. Maar dit was wel een hele belangrijke redding. Wat ging er goed vandaag? Nou, ik denk dat we AFC goed het voetbal hebben belet. Hè. De weg naar Gymnasium goed hebben afgesloten, waardoor ze snel lange bal moesten spelen. Ja, dan moet je zorgen dat je die tweede bal pakt. En in ieder geval zorgen dat die Gymnasium niet wordt ingespeeld. Ja, ik vond ons de eerste helft aan de bal nog wat te bescheiden. Al denk ik dat de enige echt grote kans in de eerste helft, die was ook voor ons. Ja, dan moet je eigenlijk na de 1-0 moet je wel doordrukken en de 2-0 maken. Ik had de tweede helft echt een stormloop verwacht. Nou, dat vond ik wel meevallen, eerlijk gezegd. Maar goed, ze hebben natuurlijk veel lengte, veel fysieke kracht. Dan kan er altijd een bal verkeerd vallen. Ja, dat gebeurde vandaag gelukkig niet. Iedere overwinning is lekker, maar ik kan me voorstellen dat deze nog net even iets lekkerder is. Ook in die degradatiestrijd waar je dan toch in verkeerd zit. Hoe mentaal gezien, hoe positief gaat deze overwinning, denk je, doordreunen de komende tijd? Ja, dat weet je nooit. Maar winnen is altijd lekkerder dan verliezen, dat lijkt me duidelijk. En na de winterstop hebben we daar toch een beetje tegenaan zitten hikken. Nou ja, als je dan een van de titelkandidaten verslaat voor de tweede keer dit seizoen, ja, dan kan dat wel wat doen met een groep. Het geeft net weer even wat meer vertrouwen, het geeft een ander gevoel. Dus even van genieten vandaag, dan hebben we door de week wedstrijd tegen Kwik. En dan gaan we gewoon weer met Kozakkenboys aan de gang. Want ja, 3 punten zijn lekker, maar ja, volgende week moeten we gewoon weer 3 halen om de strijd tegen degradatie naar boven te kunnen kijken. Wat geloof je er nog in? Ja, je gelooft er altijd in natuurlijk dat je nog rechtstreeks kan handhaven, dat geloof ik natuurlijk. Maar hoe reëel acht je de kans dat ook nog daadwerkelijk gaat gebeuren? Want ik denk directe degradatie, 10 punten, dat gat is denk ik wel safe. Maar rechtstreeks handhaving? Ja, dat weet je nooit. We hebben nog allerlei onderlinge confrontaties. Je weet niet wat de tegenstander doet. De enige invloed die je daarop hebt is zelf je wedstrijden winnen. En dan zien we het wel aan het eind van de rit. We moeten in ieder geval zorgen dat we onszelf niks kunnen verwijten. En met deze inzet en strijd spelen, dan kunnen we aan het eind komen, denk ik.